Het verkeer eiste het afgelopen weekend maar liefst 4 dodelijke slachtoffers. Bij de aanrijding waarbij 2 personen op een bromfiets aan de Van het Hoogruisstraat om het leven kwamen, had de autobestuurder de plek des onheils verlaten. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zegt in gesprek met de redactie dat deze autobestuurder zich intussen heeft aangemeld bij de politie. Ik heb wel begrepen dat Heineken bezit is van een Gelder-Surinaams rijbewijs. Of in ieder geval heeft hij was onbevoegd het voertuig te besturen. Dat gilde betreft. Hij heeft zichzelf gemanoeuvreerd in de situatie van gratis logie genieten. Die bromfietsbestuurder heeft naar alle waarschijnlijkheid de bromfietse baan verlaten en is op de autorijbaan terechtgekomen. Daarbij heeft hij geen rekening gehouden dat voertuigen hem van achteren zouden kunnen. Dat voertuig hem van achteren naderen. Het rechtdoorgaand verkeer heeft de bromfietsbestuurder belemmerd. En het gevolg is geweest die zware aanrijding met de 2 doden. Kensmil geeft verder aan dat de dood van de 2 slachtoffers aan de Van het Hoogruisstraat voorkomen kon worden als de bestuurder niet met zo'n hoge snelheid had gereden. De andere gevallen waarbij mensen het leven hebben gelaten betreffen een aanrijding aan de Coronastraat, waarbij een bromfietser is omgekomen en een man die in de Tulifo-kanaal belandde met zijn voertuig.